Hi, wat als je inkomen als coach niet voorspelbaar is? Wat als je merkt dat je winst in je bedrijf voortdurend eigenlijk aan het schommelen is? Misschien dat überhaupt de omzet in je bedrijf constant schommelt. De ene maand heb je misschien een hele goede maand en de maand daarna valt alles bijna voor je gevoel als een kaarthuis in elkaar. Hoe ga je daarmee om? Nou, allereerst, mijn naam is Pim Jansen, mocht je mij nog niet kennen. Ik help coaches om krachtige presentaties te geven, daarmee hun ideale coachingklanten aan te trekken. En een tijdje geleden sprak ik in een interview met Veronique Prins. Dat is ook een interview wat hier op dit kanaal uitgebracht zal worden, oftewel hier op YouTube of Spotify, iTunes, waar je dan ook deze video/podcast van mij luistert. En ze zei op een gegeven moment iets interessants. Ze zei, de meeste coaches zitten eigenlijk vast in een cyclus tussen het aantrekken van nieuwe klanten, vervolgens het krijgen van klanten en het helpen van klanten, vervolgens weer het niet aantrekken van klanten en even later weer zoiets hebben, shit, ik heb weer nieuwe klanten nodig. Right? En dan begint eigenlijk die cyclus begint opnieuw. En ik vond het inderdaad heel typerend, want toen ze dat zei, toen herkende ik inderdaad dat heel veel van de coaches die ik de afgelopen jaren gesproken en geholpen heb, dat ik heel erg sterk dat patroon ook bij heel veel verschillende coaches zelf heb ervaren. Sterker nog, jaren geleden liep ik zelf ook veelal tegen dat patroon aan. Dat ik constant bezig was met marketing. Dan had ik bijvoorbeeld een training van 8 dagen achter elkaar ingepland staan. Waar ik eigenlijk 8 dagen gewoon van 10 uur 's ochtends tot vaak 8, 9, 10 uur 's avonds aan het werk was. En ja, dan gaf ik 8 dagen lang zo'n training. Ja, dan viel natuurlijk mijn hele marketing viel een beetje in elkaar. En nou is het op zich 8 dagen, dat is dan nog wel redelijk te overzien. Hè? Maar als dat 2, 3 weken, als je dan zegt, ja, maar ik heb nu ook nog heel veel coaching sessies. Weet je wat, laat maar zitten die marketing. Dan is het interessante dat je dus inderdaad gaat merken dat je inkomen heel erg schommelt. En toen ze dat zei, toen dacht ik ook van ja, wat maakt dat ik dat nu niet meer doe? Ja, waarschijnlijk, als ik terugdenk, gewoon omdat ik zo vaak heb gemerkt dat het een hele vervelende cyclus is, dat ik op een gegeven moment dacht, weet je wat, we gaan hierop anticiperen. Right? We gaan zorgen dat dit me niet meer gebeurt. We gaan gewoon zorgen dat dat inkomen wel meer voorspelbaar is. En uiteraard, hè, als ondernemer, als coach, is je inkomen nooit 100% voorspelbaar. Want hoe goed je ook bent, hoeveel ervaring je ook hebt en hoeveel je ook anticipeert, je gaat altijd merken dat je een keer een goede maand en een mindere maand hebt. Hè, misschien dat je een keer, als je een goede maand hebt, dan draai je misschien 5.000 of 10.000 of 15.000 of 20.000 euro aan omzet. Of misschien wel meer. Ik weet niet hoeveel ervaring je hebt als ondernemer. Of misschien minder, dat kan natuurlijk ook. Maar als je dan, hè, dan kan het best zijn dat als je bijvoorbeeld in een goede maand 10.000 of 15.000 euro omzet draait, dat als het dan een keer een maand echt tegenvalt, dat je dan in één keer 5.000 euro aan omzet maar genereert. Nou, dat kan dus best wel heel erg schommelen. Hè, daarvoor is het sowieso natuurlijk goed om een buffertje te hebben. Maar wat ook heel goed is, is om zoveel mogelijk te anticiperen, om het zoveel mogelijk consistent te houden. En wat wil dat zeggen? Om in ieder geval elke week een bepaalde basis te hebben van bijvoorbeeld marketingactiviteiten die je blijft doen. Ik doe bijvoorbeeld mijn best om in ieder geval elke 2 weken een webinar te geven, waar over het algemeen mensen zo enthousiast zijn dat ze ook echt klant bij me worden. En daarnaast doe ik mijn best om de laatste tijd eigenlijk elke dag wel een video te maken. Nou, hiervoor heb ik de afgelopen jaren ook wel 2, 3, soms 4 video's in de week gemaakt. Maar de laatste tijd is het echt elke dag. Ik bedoel, het is nu gewoon freaking 6:54. Ik heb vandaag heb ik van allerlei leuke dingen gepland. Het is zaterdagochtend. Dus ik heb vandaag en een training waarbij ik eigenlijk last minute eventjes moet bijspringen. Ik heb ook nog een Instagram live sessie vandaag gepland. En vanmiddag ga ik met vrienden gaan we boulderen. En daarna gezellig een hapje 's avonds eten. Dus best wel een leuke dag gepland. Ook een volle dag gepland. Maar toch, omdat ik weet van hey, het is wel belangrijk om mijn boodschap naar buiten te blijven brengen en mensen te blijven inspireren en ook mijn eigen marketing te blijven doen op een goede manier, om mijn ideale klanten aan te trekken, weet ik van hey, laten we die consistentie erin houden. Elke dag een video, elke dag iets van waarde geven. Met bijvoorbeeld vervolgens een uitnodiging naar mijn webinar. Omdat nogmaals, ik weet dat tijdens die webinar mensen zo enthousiast worden dat ze eindelijk snappen van hey, dit is wat er nodig is om als coach die presentaties te geven om mijn ideale klanten aan te trekken.
En ik wil dus ook echt de volgende stap nemen. Nou, als je die webinar nog niet gezien hebt, je vindt de link in de beschrijving hieronder. Maar ik weet dus van, hey, om dat inkomen ook consistent en voorspelbaar te houden, heb ik ook consistent en voorspelbaar actie te blijven nemen. Anders heb je een beetje een situatie dat je naar de fysiotherapeut gaat en dat die je allemaal oefeningen geeft om van je nekklachten af te komen. En dat je die oefeningen dan 2 weken doet en dan ben je van je nekklachten af. Dan denk je, nou super, het heeft geholpen. En vervolgens stop je met die oefeningen. En een maand later moet je weer opnieuw naar die fysiotherapeut, want je hebt opnieuw weer last van je nek. Dus weet gewoon, het inkomen genereren als coach is gewoon een constant proces waar je constant mee bezig wil zijn om ervoor te zorgen dat je die goede flow begaanbaar houdt. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat het eigenlijk juist belangrijker is om juist als het goed gaat die marketing te blijven doen. Waarom is dat? Omdat je daarmee een spiraal kan creëren. Een opwaartse vicieuze cirkel. Ik heb gemerkt eigenlijk bijna alles in het leven en zeker in ondernemerschap is als het ware een vicieuze cirkel. Het gaat goed, daardoor wordt je overtuiging versterkt dat je het heel goed doet. Daardoor begint je communicatie sterker en scherper te worden. Daardoor trek je weer meer klanten aan, daardoor gaat het nog beter. Daardoor wordt je overtuiging weer versterkt. Dus op het moment dat het goed gaat en je blijft op dat moment doorgaan met marketing, je pusht er doorheen, ook al heb je er misschien wat minder zin in of zit je dag wat voller. Als je op dat moment marketing blijft doen, dan straal je ook uit. Hey, het gaat ook goed. Ja, toen ik eind 2021 een paar van mijn beste maanden ooit draaide, toen wist ik van, hey, het gaat zo goed dat die overvloed die is gewoon nog sterker aanwezig. En daardoor kan ik nog meer komen in mijn content vanuit, hey, het gaat goed, ik ben aan het delen. Je hebt overvloed of schaarste. En vanuit schaarste krijg je een soort van neediness, van, oh, ik heb je nodig. En vanuit overvloed is het gewoon puur delen. Hey, ik wil je helpen, hey. Weet je? En als je daarop voort kan bouwen, als je vanuit die overvloed steeds meer kan delen, steeds meer mensen kan helpen, dan merk je dat je daardoor in zo'n positieve spiraal terechtkomt. En dat het daardoor steeds beter en beter gaat. Terwijl anders je constant vast blijft zitten. Dus daarom is een extra motivatie om juist als het goed gaat, om door te blijven gaan, zodat je gewoon merkt, hey, mijn inkomen wordt steeds consistenter en steeds meer voorspelbaar als coach. Nou, dat was het voor deze video. Nogmaals, als je die webinar over hoe je dankzij een simpele presentatie 50 tot 300% meer winst kan behalen in je coachingsbedrijf als coach. Ja, dat is logisch, in je coachingsbedrijf. Als je die webinar nog niet eerder gezien hebt, klik even op de link hieronder. Meld je aan voor de webinar. Kijk ik ernaar uit om je daar binnenkort te zien. En anders, als je hem al wel gezien hebt, of als je zegt, nou, ik hoef niet meer winst, ik hoef geen presentaties te geven, laat mij me lekker aanmodderen, is dat ook prima. Dan wens ik jou in ieder geval vandaag een fantastische dag toe. Klik even op het duimpje omhoog als je dit een waardevolle video vindt. En denk eraan om jezelf te abonneren op dit YouTube-kanaal. Vandaag een fantastische dag gewenst. Geniet ervan, maak er wat moois van. En wij zien elkaar weer een volgende keer. Ciao, ciao!